enjoy nature. Wie zegt dat de natuur saai is? Die is gek. Die is hartstikke gek. Die leven in Japan op het pakijs. En als ze vliegen, dan zijn ze net zo groot als deze deur. Moet je voorstellen als ze vliegen. Hier zit je kop. Kun je je voorstellen, hè? Ik gewoon vleugels zo breed zo. Kom, ja, eerste keer dat ik dat ding zag, dacht ik echt dat er een vliegtuig aan kwam. Zo echt zo van, hij was dichterbij dan dat ik dacht, maar dan is het zo'n silhouetje. En de eerste keer moet je een beetje wennen daaraan. Ik denk, wat komt daar nou aan, joh? Weet je wel? Niet normaal. Zo gaaf! Kijk! Gaaf, hè? Mijn oma zou zeggen, knap van lelijkheid! Kijk, die snavel! Hoe groot dat ding is! Bizar! Hier heeft hij even een visje te pakken. Komt er altijd weer eentje bij. Je probeert ze eten te jatten. Op de een of andere manier. Maar moet je kijken hoe kwaad dat die dingen kunnen kijken. Zie je dat? Bruce Lee! Hij gaf wel echt een schop. Dat deed hij echt. Die andere kwam er zo naast zitten zo. Op zijn gemak die zo. En die kwam zo steeds dichterbij. Zo van nou ga ik dan ook jouw brood erom pakken. En was wapa. Hij gaf hem een trap, jongen. Hup, weg. Je kan het hele mooie vierkanten van het beest zien. Zie dat? Kijk, je met een blok beton met vleugels. Staat gewoon kracht uit. En dan die grote poten, die zijn net zo groot, wat zeg ik, die zijn groter dan mijn hand. Die zijn echt zo, die klauwen. Als die een vis oppakken, dan lokt dat ook, hè? Dat zit vast, hè? Dus je hoeft er niet over na te denken van, dat zit kak, dat zit vast, hup, en dat trekt ze er gewoon uit, nee, dat zit gewoon vast. Nagels, zo lang. Echt waanzinnig mooi beest. Zo. Hier kan je goed zien hoe groot dat de ding is, hè? Hey. Komt ja, niet in de deur. Geloof hè. Wat een ding, hè. Ja, ik vind het. En weet je wat ik heel mooi vind? Doordat ik een bepaalde sluitertijd heb gebruikt, zit er nog beweging in de vleugel. Hier ook. En die kop die is gestoken scherp. Nou, vind ik helemaal. Ja, ben ik helemaal blij mee. Ik heb nog wat voor jullie meegebracht om eens een keer te kijken. Als je in hele koude gebieden zit, net zoals bijvoorbeeld in Noorwegen, hè. Ik had het koud, jonge dame. Nou, koud krijgt een hele nieuwe dimensie. En ik ontmoette daar een man. En het is uiteindelijk een vriend van me geworden.
En die zegt tegen mij, hij zegt, ik heb wel wat voor je, zegt hij. Hij zegt, dan heb je het nooit niet meer koud. Dit is de huid van een karaboe. Pas op, daar komt ie. Zo. Zo. Goeie voelen. Voel je dat? Ik moet geen deel. Voel je dat? Moet je vooral hier, moet je voelen. Dat is niet normaal. Hé? Moet je voelen? Kijk. Zo voelen. Hoeveel meter zal het zijn? Denk je? Denk een kilometer of zo? Ja. Dat is het wel, hoor. Presentatie.